Heb je een restant rijst over? Niet weggooien hoor, want je hebt nog een leuk kookklusje te doen. Uitjes hakken, lekker veel. Knoflook persen, 1 of 2 tenen, net wat je lekker vindt. En een paar eieren breken om te klutsen. Dan zijn we er nog niet, want er moet ook een pepertje in ringen gesneden worden. En dat worteltje daar in beeld komt ook nog even stevig aan de beurt. Dan nog wat groens, zoals romanosla of andijvie die je grof snijdt. Maar elke andere stevige groente is geschikt. In een roerbakpan verhit je wat olie. De gehakte ui bak je dan kort. Waarna je de geperste knoflook erbij meebakt. De ui en wortel, of winterpeen, kan daar binnen 30 seconden achteraan. Nou had ik in de kast toch een bekertje puree van knoflook, gember en verse laos. Want zulke specerijen gooi ik nooit zomaar weg. Maar in plaats daarvan kun je ook de poedervorm van gember en laos gebruiken. Met 2 theelepels van elk kom je er wel. Maar nu werk ik dus even mijn restantje weg. Je bakt het geheel nog even een seconde of 30, waarna je de rijst die je over had van de vorige maaltijd erbij kunt voegen. Dit was droogkokende rijst, is meestal wat kleveriger. Het zal dus niet zo eenvoudig zijn om het tot losse korrels te roeren, maar dat is ook helemaal niet erg. Het gaat echter wel beter als je snelkookrijst van een van de bekende merken of een huismerk gebruikt. Je doet gewoon wat je kunt en dan komt het ook wel in orde met die gebakken rijst. Je kunt intussen wel een zakje dashi poeder erbij voegen. Goed er doorheen bakken. Zo'n zakje bevat 5 gram pure umami. Dat roerbak je lekker door het geheel heen. En dan is het de beurt aan de geklutste eieren. Ik mikte ze er gewoon doorheen. Maar als je liever wat gecontroleerder te werk gaat, kun je ze ook in een apart pannetje even tot roerei of een omelet bakken. En daarna door de rijst heen roeren. Dan tot slot de groente die je gekozen hebt. Nu had ik een kropje romanosla, maar dat kan net zo goed een struikje andijvie, een bos spinazie of exotische groente van je toko zijn. Bak het er niet te lang doorheen, dan hou je het nog een beetje knapperig.
dan heb je dit als resultaat. Gebakken rijst, snel en gemakkelijk. Want we gooien niets zomaar weg. Lekker gebakken krieltjes heb je in een handomdraai. Maar dat kan ook met zelfgeschilde aardappelen die je in partjes snijdt. Je kookt ze eerst half gaar in ruim water. Voor de krieltjes in beeld reken je dan op zo'n 8 minuten koken. Met een vork erin prikken geeft de beste zekerheid om de mate van gaarheid te controleren. Bij hobbyrecepten in de keuken bakken we de aardappeltjes in roomboter of margarine. Als dat eenmaal gesmolten is in een koekenpan en begint te bruinen, voeg je de uitgelekte aardappeltjes toe en schep ze regelmatig om in de hete boter. Ik zou mezelf niet zijn als ik er niet wat extra's bij deed. Een takje rozemarijn bijvoorbeeld. Als je dat gewoon fijn hakt en bij de aardappeltjes in de pan doet, word je getrakteerd op een heerlijke kruidengeur. Wacht daar wel mee tot de aardappelen al beginnen te bruinen. Dankzij de eiwitten in de boter duurt dat niet zo lang. Dan kunnen je smaakmakers erbij, in dit geval dus de rozemarijn. In onze keuken komt daar ook nog een handje grof zeezout bij en misschien wat grof gemalen peper. Maar daar hoeft het niet bij te blijven. Je ziet hier bijvoorbeeld de krieltjes die gebakken zijn met paprika, champignons en uitjes. Het is gewoon een voorbeeld van hoe feestelijk je je aardappeltjes of krieltjes kunt aankleden voordat je ze op tafel aanbiedt.